Als jij op zoek bent naar een nieuwe lens die perfect aansluit op jouw stijl van fotograferen, dan zit je hier goed. In deze video ga ik je namelijk alles vertellen over lenzen. Hoi, ik ben Remco de Waal, ik ben vaste fotograaf voor het ANP en in deze video ga ik het hebben over het kiezen van de juiste lens. Als je al een tijdje bezig bent met fotograferen, heb je de kitlens van jouw camera waarschijnlijk al helemaal uitgespeeld en ben je wel toe aan het aanschaffen van een tweede lens. Maar met zoveel verschillende mogelijke lenzen kan het moeilijk kiezen zijn. De keuze hangt helemaal af van wat je wil fotograferen. Voor elk type fotografie is er een andere lens beter geschikt. En heb je ook te maken met een ander brandpuntsafstand en diafragma. Het brandpunt bepaalt hoeveel je ziet op de foto, terwijl diafragma effect heeft op de lichtsterkte van je foto. Zo heb je bij een groot diafragma veel meer lichtinval dan bij een klein diafragma. Dit zijn allemaal verschillende factoren die invloed hebben op datgene wat jij wil fotograferen. Ik ga je in ieder geval wat opties geven voor mogelijke lenzen bij portretfotografie, landschapsfotografie en macrofotografie. Aan het eind van deze video deel ik ook nog een absolute don't, waarmee je rekening moet houden als je een nieuwe lens gaat kopen. Dus blijf kijken. Allereerst wil ik het met je hebben over portretfotografie en de lenzen die hierbij het beste passen. In portretfotografie werk je vaak met een vaste, oftewel een prime lens. Zoals de naam al doet vermoeden, hebben deze lenzen een vast brandpunt, waardoor je dus niet kunt zoomen met deze lens. Vaak is dat ook geen probleem, omdat je model zich toch op één plek begeeft en je zelf een paar stappen naar voor of naar achter kunt doen. Het voordeel van een vaste lens is dat deze vaak lichtsterker is. Deze lenzen hebben namelijk een veel groter diafragma dan ander soort lenzen. Zo benut je het aanwezige licht veel beter. Daarnaast kan je met een vaste lens er ook voor zorgen dat er een mooiere onscherpte in de achtergrond ontstaat. Dit heet ook wel het bokeh-effect. Alleen zul je wel meer lenzen moeten aanschaffen als je in een gevarieerd bereik wil schieten. Als je dat dus niet wil, kan je ook voor een zoomlens gaan. Hierop zul je wel moeten inleveren in lichtsterkte vanwege een kleiner diafragma. Dit betekent meer scherptediepte in je foto. Dit zijn concrete verschillen. Voor portretfotografie met een vaste lens heb ik gekozen voor een 50 mm en een 85 mm lens. Dit zijn veel gekozen lenzen voor portretfotografie, waarbij de 50 mm lens waarschijnlijk wel een van de populairste is. En ik zal je zo meteen laten zien waarom dat zo is. De reden waarom ik voor deze lens heb gekozen is omdat een lens met een korter brandpunt dan 50 mm al snel minder geschikt is voor portretten. De beeldhoek zal dan steeds wijdser worden, waardoor je model sneller vertekent op de foto's. Een langer brandpunt zoals de 85 mm die ik heb gekozen kan dan juist weer ideaal zijn voor mooie close-up foto's. Kijk maar naar de verschillen van deze foto's, gemaakt met een 50 mm lens en een 85 mm lens. En wat als we lenzen met een vast brandpunt verwisselen voor een zoomlens? Dit kan vooral handig zijn als je buiten aan het fotograferen bent en veel wisselt van locaties. Dan is het veel praktischer om een zoomlens te gebruiken. Ik heb voor dit voorbeeld gekozen voor de zoomlens met een brandpuntbereik van 24 tot 105 mm. Deze heeft een kleiner diafragma. Met een zoomlens ben je minder goed in staat om dezelfde achtergrondonscherpte te creëren die je met een vaste lens wel krijgt. Dat kan je hier goed zien. Is het fotograferen van landschappen meer jouw ding? Dan kun je ook overwegen om een groothoeklens of zelfs een telelens aan te schaffen. Een groothoeklens is ideaal om veel van de omgeving op je foto te krijgen. Dit komt voornamelijk omdat groothoeklensen werken met een kort brandpunt. Het nadeel is wel dat er daardoor vertekening kan optreden op je foto's. Gelukkig is dit iets wat veel camera's automatisch verhelpen. Met een telelens kan je juist weer een specifiek deel van je landschap in beeld brengen, zonder vertekening. Maar deze zijn vaak wel wat zwaarder. Voor de groothoeklens heb ik gekozen voor een 15-35 mm lens. Deze lens heeft een relatief groot diafragma, waardoor de lens lichtsterk is. Door het korte brandpunt en zoombereik kan ik landschappen op interessante wijze in beeld brengen, zonder dat ik er ver vanaf sta. Het wijdse perspectief van de groothoeklens versterk je nog meer door een onderwerp in de voorgrond te plaatsen. Kijk maar eens naar deze foto's die ik heb gemaakt met deze groothoeklens. Als ik van hetzelfde landschap met een telelens een foto zou willen maken, krijg ik natuurlijk een heel ander resultaat. Ik ga dat doen met deze telelens van 800 mm. Zoals je ziet creëer je met een telelens een optisch platter beeld. De verschillende elementen op de foto worden als het ware plat gedrukt. Hiermee kan je bepaalde karakteristieke elementen van het landschap benadrukken. Dan heb ik nog één type fotografie die ik in deze video graag met je wil bespreken. Namelijk macrofotografie. Denk aan het fotograferen van producten, dieren of bloemen in detail. Daar kun je natuurlijk een telelens voor gebruiken. Maar als je niet op safari bent en geen afstand hoeft te houden tussen jou en je onderwerp, is het eigenlijk heel zonde. De scherpste afstand van de macrolens is namelijk veel korter, waardoor je prachtige foto's van dichtbij kan maken. Daarnaast heeft deze lens een veel groter diafragma, waarmee je de focus op een specifiek onderdeel van je foto legt.
In dit geval gebruik ik de 35 mm macrolens. Deze heeft een verhouding van 1 op 2, waardoor je de details in je foto nog meer kan benadrukken, zoals je op deze foto ziet. Dan heb ik nog één tip voor je. Iets wat je absoluut niet moet doen bij de aankoop van een nieuwe lens. Een veelgemaakte fout bij het aanschaffen van een nieuwe lens is om er zomaar één aan te schaffen met een groot zoombereik. Ideaal, want hiermee kun je fotograferen op verschillende brandpuntafstanden. En dat klinkt natuurlijk erg verleidelijk. Zo ben je met één lens extra veelzijdig. Maar als je niet op vakantie gaat en gewoon met meerdere lenzen op pad kunt gaan, kun je veel beter kiezen voor een specifieke lens. Geloof me, zo kun je veel meer uit je foto's halen. Zo, hopelijk weet je nu precies welke nieuwe lens jij moet kiezen die perfect zal aansluiten op jouw soort fotografie. Ga je voor portretfotografie, dan zijn vaste en zoomlenzen uiterst geschikt. Voor landschapsfotografie kun je uitwijken naar zowel een groothoek of een telelens. En wil je meer details fotograferen? Probeer dan eens een macrolens voor een prachtig resultaat. De keuze baseer je dus op de fotografiestijl die het beste bij jou past. Voor nog meer fotografietips, check dan ook onze andere video's op dit kanaal. En abonneer om altijd op de hoogte te blijven.